Gisteren na de 8-1 blamage kregen de spelers van Gent spreekverbod. Vanmorgen na een lichte training en een groepsgesprek hadden Mark de Grijze en Co. geen zin in interviews. De spelers verkiezen een reactie op het veld boven een reactie in de media. Manager Michel Louagie legt uit waarom. Vandaag is er helemaal geen spreekverbod. Zij hebben bewust gekozen om het binnen kamers te houden. We hebben een goed gesprek gehad daarnet met de spelersgroep. Maar ja, zij laten zich ook niet graag vernederen, hetgeen die gisteren gebeurd is. Dus wij verwachten van hen een reactie op het terrein en niet zozeer voor de camera. Ondanks hun vroege voorsprong stond Gent al na een kwartier spelen 2-1 achter tegen een vinnig Germinal Ekeren. Vooral de tweede goal, die van Rudy Smits, was van uitstekende kwaliteit. De uitsluiting van Pieter Kolle na 20 minuten was het keerpunt in de match en zette de deur wagenwijd open naar de fameuze 8-1. Wij verwachten van de spelers een reactie. Het zijn allemaal volwassenen. De andere staf is daar nog, dus we zijn er nog altijd van overtuigd dat hetgeen die er door Jan Boskamp neergezet is, dat kan verder gezet worden. Het geraamte dat Jan Boskamp in Gent heeft neergezet staat er nog. Zijn geest hangt er nog, maar Boskamp zelf, de mentor van de jongeren in het eerste elftal, is weg. Sinds zijn verdwijnen verloor Gent 3 wedstrijden op rij en kreeg het daarin 17 doelpunten tegen. De scheiding tussen Boskamp en Gent wordt zo mogelijk nog pijnlijker. Wel, we hebben spijt gehad op het moment dat hij ons gezegd heeft dat hij niet wou blijven. Maar heeft dat een aantal keren gezegd. Op het einde moet je dan tot een oplossing komen. Ik denk dat wij niet anders konden, zowel voor hem als voor de club. We konden ook niet op die manier blijven verder werken. Gent moet nog tot 9 december wachten op zijn nieuwe trainer Trond Soljet. De interimarische Vermeulen en De Mol zetten intussen het beleid van Boskamp voort. Al is het wel de vraag of Boskamp het gisteren zover had laten komen en een extra verdediger zou neergezet hebben. Iedereen heeft ons reeds geloofd voor het moderne voetbal die wij brengen. Dus is verliezen, dat is normaal. Wij spelen toch niet allemaal met topspelers die dus op een sterkste zijn tussen 25 en 30, laat maar zeggen. Het is lange termijn, zoals ik reeds gezegd heb. Dus we zijn ervan overtuigd dat dat wel goed komt. Van een crisis is dus bij Gent geen sprake. Nee, helemaal geen crisis. We hebben nu 2 maal verloren. Er zijn ook nog andere ploegen die vooraan staan, die 2 maal na elkaar verliezen. Dus wat zou er bij ons een crisis zijn? Ik heb het net gezegd, het is een leerproces. Er zijn veel jonge spelers. Ze moeten vallen, maar daarna moeten ze weer opstaan.